Welkom bij weer een nieuwe video. We willen jullie ook deze week weer meenemen en een aantal leuke auto's laten zien. We hebben een aantal auto's binnengekregen, daarnaast ook weer verkocht. En in het bijzonder willen we een Cupra Leon uitlichten. Veel kijkplezier! Ja, zoals Robert in de intro al zei, hebben we een aantal mooie auto's verkocht en nieuw binnengekregen. Ja, bij ons in de showroom stonden een aantal mooie auto's, die zijn inmiddels wel afgeleverd. Zo hebben we verkocht een Abarth, de 500. Een hele leuke auto, hebben we ook gechipt voor de klant, wordt binnenkort opgehaald. Daarnaast hebben we nog een Seat Mii, ook een hele leuke auto, ook verkocht. Ja, zo stonden we eigenlijk wel weer helemaal vol, mooie strik op de auto's. Het is toch wel heel leuk voor de klant om op te halen. Maar wat we erg merken deze tijd is dat elektrische auto's steeds meer in trek beginnen te raken. En ook steeds interessanter voor de particulier beginnen te worden. Ze hebben ook een Peugeot E208 verkocht. In een GT-lijn. Heel erg leuk samengesteld met een panoramadak natuurlijk in een hele mooie kleur. Ja, die hangt momenteel aan de laadpaal. Want ja, als die opgehaald moet worden, moet die ook vol zijn. Zodat de klant thuis kan komen, mocht hij een heel stuk moeten rijden. Dat hebben we allemaal geregeld. Alle leuke auto's verkocht. En ook nieuw binnengekregen. Laten we eens gaan kijken bij een Audi e-tron. Dan de coupé variant. Dus de SUV, de elektrische SUV van Audi. In een hele gave uitvoering. Hij is gewrapt in het mat zwart. Hier zijn een paar mooie beelden. Hoe die bij ons binnenkwam. Schoongemaakt is. En we gaan nog even kijken of we de rep natuurlijk oplaten. Dat zien jullie in de volgende video. Deze kun je niet onthouden. Dit is een hele mooie auto. En van deze tijd met die elektromotor. Ja, die Audi e-tron, dat is een prachtig model, hè. Zoals ik al zei, die gaan jullie in de volgende video vast zien. Laten we nu doorgaan naar ook een prachtige Duitser. Ja, eigenlijk een Spanjaard. Het valt wel onder de Volkswagen groep, maar het is de Cupra Leon. Dat is toch niet meer van deze tijd? Ja, dat is een reactie die je kunt verwachten bij deze Cupra. Wat heel veel mensen niet weten, waardoor jij een lange neus kunt trekken naar die mensen, is dat het een plug-in hybride is. Namelijk de 1.4 e-hybrid. En dat is op basis van de Golf GTE, dezelfde motor, dus een brandstof- en elektromotor, met maar liefst 245 pk in deze Cupra. En wat een verschijning. En we gaan hem vandaag met jullie doornemen, want deze is echt prachtig. En zoals ik al vaak zeg, kunnen jullie deze niet onthouden. Ja, laten we beginnen met het merk Cupra in het algemeen. Het is eigenlijk het performance merk wat onder de Volkswagen valt. We kennen natuurlijk allemaal Seat in de Cupra uitvoeringen, dus in de Leon, de Ibiza en dergelijke. Dan zijn het al de omhoog getilde, de meer pk hebbende auto's eigenlijk van Seat. Maar Cupra is eigenlijk heel nieuw leven ingeblazen. Cupra heeft namelijk een visie voor de komende tijd en wat nu eigenlijk heel erg speelt, de elektrificatie van auto's. Maar wel op een hele leuke manier. Niet de standaard hybride auto,
of een standaard elektroauto, maar net even een stapje hoger. Ja, dat zie je eigenlijk wel in het gamma. In Nederland kunnen momenteel alleen maar hybride auto's kopen of elektrische auto's kopen bij Cupra. Ja, hier heb ik de Leon. Eigenlijk een hatchback. Je hebt ook de Leon Sportstourer, dus heb je eigenlijk de Station. Ja, daarbij hebben ze nog een aantal andere modellen, zoals de Formentor. Ja, daar is ook een 5-cilinder van gemaakt. Ja, die is dan helaas weer niet leverbaar in Nederland. Ze worden wel eens geïmporteerd. Maar die zie je niet zoveel. Maar de Formentor is ook te krijgen met die 1.4 hybride motor. En dan hebben we nog een Born, de vol elektrische. Ja, dan komen er steeds weer wat modellen bij. Dat heeft Cupra wel heel erg mooi gedaan. Want ja, Cupra zorgt er eigenlijk voor dat je een hot hatch hebt. Die ja, wel van deze tijd is. Dus ook al zeggen mensen van, hij ziet er niet uit. Het ziet er niet uit als een elektrische auto. Of hij ziet er niet uit als een milieuvriendelijke auto. Want het oogt gewoon heel erg bruut. Hij heeft wel gewoon de motor ja, van deze tijd. Want ja, je kan volledig elektrisch rijden. Je kan gecombineerd rijden. Dus hybride eigenlijk. Ja, en dat brengt samen ja, 245 pk op de weg. En dat is heel erg leuk. Het bereik van deze Cupra Leon is zo'n 60 kilometer. Ja, het is natuurlijk afhankelijk van die rechtervoet. En zet je hem nou op die Cupra stand. Dan hoor je dat grommen uit de speakers. Dan heb je toch echt het idee van dit is een hot hatch van de laatste jaren. Dit is heel erg mooi samengesteld. Cupra is eigenlijk altijd wel te herkennen aan die bronzen accenten. In de logo's, ja, in de velgen, in het interieur, in de roostertjes. Overal is het in verwerkt. Ja, echt heel erg mooi gedaan. Zit je achter het stuur, dan heb je gewoon een heel mooi lederen stuur met natuurlijk die Cupra accent. Een mooie Cupra logo erin. Fantastische ja, kuipstoelen kunnen we het wel noemen. Geïntegreerd hoofdsteun. Ja, het zit echt geweldig. Hij had ook allemaal weer heel mooi afgewerkt. Eigenlijk alle stiksels in de auto, in het koper. Nou, en deze heeft ook nog eens een groot glazen panoramadak. Met een schuif- en kantelfunctie. Ja, dat is allemaal heel erg mooi gedaan. Groot multimedia scherm natuurlijk in het midden. Een virtual cockpit, helemaal in te stellen naar wens. Naar welke gegevens jij wil zien. Ja, zo is een Cupra heel persoonlijk te maken. Je hebt er een bepaalde variant in. Dit is de adrenaline uitvoering. Ja, die is standaard heel erg gaaf. Mooie grote velgen. Met dat mat gunmetal-achtige kleur en gepolijste oppervlakte. Heel stoer. Heel erg stoer. Heel erg gaaf gemaakt. We hadden natuurlijk de Golf GTE. Die is al ja, een tijdje eigenlijk in de running. Die is volgens mij in 2014 geïntroduceerd, 2015 geleverd. Nog steeds is die te leveren. Ja, dat was eigenlijk de bedoeling dat dat een GTI was met een stekkeraansluiting. Ja, dat is nooit helemaal echt doorgedrukt. Mensen konden toch niet echt zeggen dat dat een, ja, een GTI was. En dit komt er wel heel erg dichtbij in de buurt. Natuurlijk ook qua vermogen. Zit er net even iets dichterbij. Namelijk een GTE heeft zo'n 205 pk gecombineerd. Ja, dit gaat al een stapje verder. Toch weer 40 pk extra. Ja, en dat actieradius van die elektromotor die is wel lekker uitgebreid. Net even wat meer. Waardoor je ook ja, makkelijk de binnenwegen, de kleine stukjes, net even verder kunt rijden. En dat maakt hem wel heel erg gunstig. Maar ook heel erg leuk. Hij is nu bij ons beschikbaar. Het is een car selectieauto. Wellicht dat jullie in een van de vorige video's gezien hebben wat dat inhoudt. Ja, hij is afkomstig van 2021 met zo'n 400 kilometer ervaring. Dus we kunnen wel zeggen, hij is eigenlijk nieuw en uit voorraad leverbaar. Wat wil je nog meer? Fabrieksgarantie, onbezorgd rijden en van deze tijd in een leuk jasje. Ik geef het een dikke duim omhoog. Leuk dat u weer keek naar onze nieuwe video. We hopen dat u het een leuke video vond. Wilt u nou op de hoogte blijven, zet dan even een belletje aan. En u krijgt automatisch bericht als er weer een nieuwe video is geüpload. Tot de volgende keer.